Ja, bedankt, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, welkom Monkeloid TV, jullie nummer 1 Pokémon meester hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En in deze video gaan we weer een nieuw product openmaken, namelijk de Pikachu V Showcase. En we gaan er niet één openmaken, maar we gaan er gewoon twee openmaken, want het kan me gewoon niet schelen. En laten we er gewoon lekker in gaan springen, jongens. Allemaal bedankt voor het kijken van mijn video van gisteren. Ik moet zeggen, ik ben nog steeds wel een klein beetje gammel vanwege de corona. Maar ik moet zeggen, het gaat wel een stukje beter. En ja joh, we gaan gewoon weer verder met filmpjes maken joh. Ik heb in ieder geval weer twee van die Pikachu V Showcases. Het is dus een nieuw product. Zijn nu dus ook te krijgen op mijn webshop. Dus mocht je naar de video denken, hé, dit vind ik ook wel tof. Zijn ze gewoon te bestellen, linkje staat gewoon in de beschrijving. En dan kun je er aankomen. Ze zijn ongeveer 20 euro. En er zitten 3 booster packs en een promo kaart in. Het is best wel een leuk doosje. Het is sowieso ook wel een mooi product, vind ik, voor 3 packs. Normaal krijg je zo'n blister of iets dergelijks. Dus laat ik er gauw even eentje openmaken. En kijken wat erin zit. Even kijken hoe dit in elkaar zit. Zo. Kijk, zo ziet het eruit vanaf de binnenkant. Nou, dan hebben we natuurlijk de Pikachu promo. Oh, dit hebben ze wel netjes gedaan. Het is best wel een stevig dingetje. Nou, deze zit er dus in. De Pikachu promo. Wel een gave Pakketje promo. Deze hebben we nog niet eerder gezien. Dit is wel echt een compleet nieuwe Pikachu kaart. Heel tof. En er zitten dus 3 packs in. 2 keer Brilliant Stars en Chilling Rain. Het is dus leuk om te zien dat nu in de nieuwe V-boxen en noem het allemaal maar op, dus wel gewoon Brilliant Stars packs zitten. Nou, we maken de tweede ook gelijk even open. Dan hebben we gelijk alle packs hier klaar liggen. En dan gaan we hem lekker openmaken. Ik vind het leuk dat er een hoop nieuwe producten aankomen. Deze week, of nee, aankomende week, krijg ik ook nog de nieuwe Evolution tints binnen van Umbreon, Espeon en Sylveon. Heel erg gave tints zijn dat. Oh, ik laat de promo vallen. Die komen er ook aan volgende week. Die worden echt heel dik. We krijgen nog de Arceus V Statue Box met dat beeldje erin. Die komt er nog aan. Dus ja, er komen echt nog hele vette producten aan. En natuurlijk Astral Radiance komt ook alweer volgende maand. Het gaat echt als een raket. Nou, we hebben in ieder geval 2 keer de Pikachu promo. Die hebben we sowieso in onze broekzak. Gaan we lekker beginnen met Chilling Rain. En dan eindigen we lekker met Brilliant Stars. En dan gaan we gewoon lekker verder. Hoi, hoi, hoi. Dames en heren, daar gaan we. Vanavond gaan we trouwens ook weer live met een pack opening op Twitch. Dus mocht je dat graag willen zien, dan kan je natuurlijk om 7 uur intunen op Twitch. Ik stream meestal 4-5 dagen in de week. Dat is hartstikke leuk. Dan maak ik jullie packs open. Dat is superleuk. Kun je dan bestellen. En dan maak ik ze voor jullie open. En dan komen ze allemaal naar je huis. Swiel, daar gaan we. Honey en Banette. Banette, hopelijk krijgen we weer een poeletje. Gisteren hadden we natuurlijk een hele dikke kaart gepoeld. Heb je dat nog niet gezien? Check dan die video nog even van de Lucario V-Star boxen. En ja, dat. Misschien komt er nog wat mooier. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben dus nog een klein beetje zieker. Ik merk dat ik gewoon wat low on energy ben. Maar voor de rest, ik ben niet meer grieperig of zo. Dat had ik heel erg in het begin. Ik heb 2 dagen echt op bed gelegen. Zit er nog wat achter? Nee. Maar nu gaat het wel weer. Maar gewoon vooral een beetje moe nog. Een beetje bijkomen. Maar mag ook wel. Het is ook weekend. En ja, gewoon een beetje rustig aan. Oeh, ik zie een heel goed randje, zie ik. Oh, nou, ik laat het allemaal vallen. Ik zag een randje, jongens. Ik zag een heel mooi randje, zag ik. Nou, daar gaan we. Energy, mag maar best in. Crawdaunt, Ultra Ball, Grimer, Sneasel, Bidoof, Turtwig, Sneasel, hey, let's go, Full Art Trainer, Mustard, hallo? Oh, Grimmsnarl was mijn rare, ik heb dat niet helemaal handig gedaan. Maar wel weer een Full Art, dat is gewoon heel nice. Gewoon de eerste pool is alweer een feit. Single Strike Mustard, blij dat we die hebben gepoeld, hopelijk vinden we nog een mooie kaart. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Ik vind die Four Trainers blijven toch altijd wel gewoon super mooi. Die blijven echt, echt heel gaaf. Er zijn echt zo verschrikkelijk veel. Ik ken mensen die inderdaad al die Four Trainers sparen, hoor. Dat zijn echt mappen vol ondertussen. Al zijn echt in zoveel sets komen die Four Trainers nu naar voren. Heel erg gaaf. Riolu, Starly, Vibrava en Mewtwo. There we go. Dan hebben we nog 2 pakjes over. De Charizard en de Shaymin. Ja, jongens. Ja, de Pikachu V-boxen zouden ook nog komen, maar die heb ik die eigenlijk niet binnen gehad. Ik krijg nog wel de stacking tins binnen. Daar heb ik eerder een video over gemaakt. Die krijg ik ook nog binnen. Die zijn ook nog steeds niet. Sommige dingen komen wat later dan anders. Maar ja, ik kan het van tevoren ook niet echt weten. Vibrava,
Tropius, Chimenko, Chimchar, Minchino, Baltoy, Snorunt, Gibble en Vormedam. Nou, nog één packie. Dan hoop ik dat daar nog wel wat moois in zit. There we go. Daar gaan we. Last pack magic. Even zo'n Charizard in de laatste pack. 1, 2, 3, 4 de voren. Pakje draaien we om. Water Energy. Klang. Cynthia's Ambition. Torkoal. Impidimp. Staryu. Riolu. Starly. Milkry. Klinkling. En Lucario Holo. Let's go. Gave kaart blijft het toch, Lucario. Moet ik wel zeggen dat die 4-star wel toffer was, maar... Nou, dit waren ze dus het 6 packs. We hebben in ieder geval de 2 Pikachu promo's gepoeld. We hebben een hele gave full art en een Lucario holographic. Dit is wat we hebben gekregen, de Pikachu V-boxen. Ik vind het super tof dat ze weer gewoon een productje hebben gemaakt. Gewoon een doosje met 3 packs. Ook voor de mensen die wat minder geld uit willen geven aan Pokémon. Normaal zijn sommige dingen best wel duur. Maar ik vind vaak die tins of die kleinere V-boxjes wel super nice. 20, 25 euro is best betaalbaar. Deze is dus nog iets goedkoper omdat er dus maar 3 packs in zitten in plaats van 4. Want ja, inderdaad, normaal zitten er 4, 5 of 6 of 7 packs in zo'n ding. Maar nu dus maar 3 en een promo. Wel heel erg top. Nou, mocht je willen, hij staat dus op de webshop. Link in de beschrijving. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe. Joehoe!